Ik en mijn wief zien we terug in Tenerife. Ik heb op het strand nog stiekem speulers lopen scouten. Maar ja, daar liepen te veel Spaanse fouten. En ook wel mooie wieven. Daarom had ik dan wel even willen blijven. Welkom bij aflevering 23 van Hansje. Terugblik Telsa en Muiden. Ja, dat werd eigenlijk best wel redelijk gevoetbald. Kansen waren er ook, maar je moet ze wel maken. En die scheidsrechter hadden we ook niet mee. Die bal van Okita op de lat. Jongen, jongen, jongen. En die gozer die op het eind inviel bij ons, die kleine, die was wel snel, maar een leuke actie. We moesten het doen met wat we hadden. Dat ging redelijk goed. En we hebben toch nog maar één punt. En ze hebben ons ook nog een penalty onthouden. Want die gozer had, van die lui, die hield die een manier van ons met twee handen vast. Dat zag een blinde nog wel. De trainer van Hully, die Mike Snoei, niet zo'n fan, hè. Die zei, we komen alleen maar om te verdedigen. Hij zei ook nog dat het met Jack de Gier goed zou komen. En hij verwacht voor ons betere tijden. Nou, maar hopen dat hij gelijk kreeg. Anders snoeien we hem weg. Toen ik nog op het strand liep te scouten op Tenerife, had ik nog een scherpe speuler gezien. Het was een broer van Messi. Stanley Messi. Tegenstander Topos. De gevaarlijkste speulers bij Hully zien Smeets en Dokan. Ja, een voorspelling. Nou, we zullen maar hopen dat we een keer 3 punten pakken. Ik kan nog herinneren dat we naar Topos moesten een paar jaar geleden. En toen lag er ook sneeuw, er werd afgelast, dus wie weet. En die zee is net als Ikea. Je houdt over of je komt te kort. Ik heb ook nog een oud Fries spreekwoord. Bevries je de noten in je zak, dan heb je een stevige winter op je dak. En als de haan niet kraait bij het ochtendrood, dan vriest het hevig of de haan is dood. Ik wou ook nog keeper Norbert Alblas succes wensen, maar die jongen die had alleen maar pech. Jongen, het duurt weer een tijdje, maar het komt uiteindelijk goed. Succes ermee. Nou, ik ga maar even schaatsen hier.